Jurre voelde zich vaak leeg en emotieloos. Hij ging in therapie om te ontdekken waarom hij zo weinig voelde. Hij zegt: ik kan soms urenlang naar buiten staren zonder iets te denken of te voelen. Ik huil ook bijna nooit. Er is weinig dat mij echt raakt. Ik vraag me af of dat komt doordat ik mijn gevoelens onderdruk of dat er een andere oorzaak is. Dat lege gevoel was heel anders dan wat hij ervoer toen hij een boek las over homoseksualiteit. Dat boek wekte zoveel emoties bij mij op. Ik was er helemaal van slag door. Ik besefte dat ik wel degelijk gevoelens had, maar dat ze diep verborgen zaten. Door de therapie ben ik gaan inzien waar die gevoelens vandaan kwamen. Ik heb van jongs af aan geleerd om mijn binnenkant te negeren. Ik was de jongste in mijn gezin en ik wilde altijd de makkelijkste zijn. Op de dansacademie ging het alleen maar om de buitenkant. Mijn binnenkant heeft daaronder geleden. Jurre probeerde altijd iedereen tevreden te stellen. Ik ben gay, dus een beetje anders. Als ik een ruimte binnenkom, voel ik me al meteen achtergesteld. Onlangs was ik op een verjaardag met zes hetero-mannen. Als ik daarbij ga staan, verander ik opeens in een andere versie van mezelf. Ik durf zelfs niet te zeggen dat ik voetbal haat. Ik vind het jammer dat ik me zo laat beïnvloeden. De rol van de mol in Wie is de Mol paste perfect bij Jure. Het was ideaal. Ik deed wat ik in mijn normale leven ook doe. Ik kijk naar wat mensen willen en ik geef ze dat. Of ik kijk naar hoe mensen zich gedragen en dan doe ik dat na. De rol van de mol kostte me geen enkele moeite. Maar dat is ook het trieste ervan, ik ben zo gewend om me aan te passen, dat ik niet anders kan. Het pliezen is iets wat waarschijnlijk altijd in me zal zitten. Ik zal er constant aan moeten werken. Ik denk dat ik in mijn leven vaker naar de psycholoog zal gaan. Dat vind ik prettig.